Je hebt zeker meerdere Pokémon. Yup, hij heeft een Heracross. Mario Gaming. Dag lieve heren, het is leuk dat jullie kijken naar gloednieuwe Super Pokémon Eevee Edition. Het is weer een tijdje geleden dat we dit hebben gedaan. Maar ik heb al gezegd, ik ben niet zo iemand die halfweg stopt met de motherfucking serie. Dus afmaken zullen we het. We zullen het afmaken. In ieder geval, ik heb bedacht, volgens mij moet ik deze kant op. Oh ja, hier kwam het trouwens vandaan. Waar ging je ook weer heen? Ik ben gewoon totaal vergeten waar we heen moeten, jongens. What the fuck? Verder naar boven, denk ik. Laat dat eens proberen. Dojo. I likes. Wat gebeurt hier? Hij doet. Hey, jij. Oké. Oké. Nou, ik wil graag vechten. Een Pokémon. Oké, ik moet 4 dojo. Oké. Okay. Sidequest accepted. Dus ik moet 4 dojo mensen slaan. Oké. Okay. Yes, let's go. Bring it on. Prove your worth. Oké, let's do this. Let's beat this dojo. Oh, Hitmonchan. Kijk dan, wij zijn fucking OP. Hij is wel level 26, though. Maakt niet uit. Confusion, dat is toch sterk hier tegen? Juist. Confusion is sterk tegen fighting. Of, ja. Want ik zei dat... Oké, is fighting ook sterk tegen fighting? Nee, maar poison sting volgens mij wel. Nee, toch niet. Helaas. Jammer dit, jammer dit. Fine Whip, wat hebben we allemaal? Fine Whip, denk ik. Doe een Fine Whip. Juist, kijk, lekker. Oh, hij is gepoisoned volgens mij. Nice. Dat doen we het om. Volgens mij had ik moeten healen van tevoren. Maar ja, dat maakt niet uit. We doen het wel, we fixen het wel, oké. Okay. Als je nou een beetje snel een beetje doodgaat aan mijn confusion, dan ben ik al hartstikke vrolijk. Ik zet mijn geluid voor mezelf wat zachter, anders wordt het echt een grote hel. Gewoon blauw kunnen toe weer poison sting. Nou ja, boeien. Maakt niet echt uit. Zolang het maar win. En dat is één. En gehaald. Ja, lekker. Rickert level 17. Nice. Lekker, lekker, lekker. Tweede. Hitmon Lee. Of Bruce Lee. Oh, ik begin ermee. Oh, Psybeam. Wat is beter? Psybeam is beter. Laat dat eens doen. Wow, doe fucking veel damage. Wat een lekker Psybeam op deze noob. Hij weet niet wat hem te wachten staat. Dubbelkick. Hoeveel damage? Het doet best wel veel damage op zich, dubbelkick. Fine Whip dan maar. Ja, 69. Haha. Oh, kut. Confusion. Kut. Ik moet echt een PP-up hebben. Koetje, koetje, koetje. Let's do this. Oké. Hierna wil ik waarschijnlijk wel recharge. Ja, recharge. Nou, maakt niet uit. Doen we dat wel. We recharge wel, boeien. Mijn potion zat volgens mij. Double kick. Dus het moet wel lukken. En anders maar niet, weet je. Let's go. Ember. Mijn scherm knippert dat bij mij. Ik vind het echt heel raar, want het is altijd zo. Mijn scherm knippert. Maar als ik naar de opnames is het dus niet zo. Oké, hij is nu gecharged. De volgende fight charged hij waarschijnlijk niet meer. Dus dan heb ik in ieder geval wat PP. Of noem je zoiets. Oh, Hitmon top. Helemaal top. Helemaal Hitmon top. Psybeam. Oh, ik heb 44. Dat is niet heel veel. Maar ja, doe het ermee. Wow, 305. Tering veel. Ember. Ik ben benieuwd wat ik krijg aan het einde. Waarschijnlijk gewoon een Pokémon. Double kick. Wop, wop. Hatschikidee. Dat doet niet echt veel, die recharge, hè? Fine Whip. Psybeam. Let's just do this. Woop. Hoppa. 274, jongens. Oh, deze challenge is echt way too easy. Dus makkelijker dan die muk. Dat weet ik nu al. Nog een Confusion doen. Juist, Confusion. Nou moet hij wel dood zijn, toch? Ah, juist. Kijk. En ik ga straks weer een recharge doen. Boeit mij het. Boeit mij het. Helemaal niks, natuurlijk. Firefight level 20. Lekker. Volgens mij had hij net een aanval geleerd, Firefight. Super nice. Oh. Jij bent best wel kut. Oké. Okay. Recharge. Oké, okay, let's go. Dat is één. Flame Wheel. Nice. Wheel. Dat doet super veel damage, natuurlijk. Ik hou van Flame Wheels. Echt één nice. Één nice. Aanval voor een, hoe heet het? Doet het veel damage? Nee. Oké, okay, dit is wel echt gewoon... Dit is gewoon echt gewoon... basis Pokémon waar ik nu tegen moet vechten. Maar dat maakt niet uit. Gelukkig doe ik geen Nuzlocke, anders had ik hier echt vet lang in verloren. Oh ja, nu moet ik ook rechargen. Lekker. Maar gelukkig is onze Tinky Winky, Lick My Pinky ook al gerecharged. Dan kunnen wij lekker weer aan de aanval. Wow. Level 35, dat is wel hoog hoor. Web, is dat meer? Nee, dat doet net zoveel. Psybeam, fuck yeah, 314, dat doet gewoon fucking veel damage, jongens. Dat moet gewoon, dat is gewoon één sterke aanval. Al zeg ik het zelf, dan moeten alle andere Pokémon ook een aanval hebben nu, toch? Ja, eigenlijk wel. Juist, kijk, dit was gewoon easy. Dit was gewoon geen moeilijke battle. Hoe lang hebben we dan gevraagd? 4 minuten? 4 minuten? Hoppa. Psybeam level 18, cutbase level 8, oké, okay, lekker. You earned the right to face me. Oh, kut. Cutbase level 10. Hans Lepel. Oh. Oké, okay, ik heb ineens allemaal Pokémon bij me. Oké, okay. Do you wish to face me?
Yeah, sure. Je hebt zeker meerdere Pokémon. Yup, hij heeft een Heracross, die weet ik ook. Heracross is één basis Pokémon. Oké, ik ga eerst even rechargen, anders heb ik er niks aan. Oké, voor de rest, hij heeft niet super geweldige Pokémon. Oh, kut, we moeten allemaal rechargen. Ik had beter eerst even kunnen dingen ze. Oké, volgens mij gebeurde er zojuist iets. Ik heb niet precies gezien wat, maar oké. Sleephouder? Misschien werkt dat. Miss, oké, helaas. Tinker Winkling Pinky is wel snel weer gerecharged hoor. Dat is echt één snelle recharger. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ja, dat dus. Wow. Niet leuk. Hitmonchan gaat als eerste aan. Die is fucking sterk. Dat is een fucking baas, dus die gaan we eventjes eerst neerhalen. Zuigpack is helaas dood, maar daar hadden we ook het minst aan. Wow, wat deed hij daar? Ik weet niet wat hij deed. Ik ga eerst eventjes deze Hitmonchan eventjes gewoon helemaal doodmaken. Hij heeft het recht niet om te leven, want hij is een wat is het? Ik weet niet wat het is. Hoppa, ga eraan. Juist, dat is één. Lekker. Nu gaan we Flame Weed op Heracross en ja, wow, limit. Oké, wat gaan wij doen? Psybeam dan maar. Doet dat veel op jou? Wow, dat doet tering veel op jou. Weet je, ik heb er maar... Oh, dit kan nog wel eens lastig worden, jongens. Flame Wheel op Heracross. Het blijft natuurlijk een bug, grasachtig Pokémon. Hoppa, wacht, nog niet dood? What? Oké, ik hoop niet dat ik nu iemand geraakt word. Oké, go. Quick attack, snel, sterf. Yes! Exact wat ik nodig had. Nee. Item. Potion. Tinkerwinky. Hoppa. Oké, ik wist het. Anders had ik gewoon dood geweest, jongens. Attack. Flame Wheel. Hoppa, hier. In je gezicht. In your face. Recharge. Moet maar. Anders heb ik helemaal niks. Het is de enige die echt superveel damage kan doen tegen alle andere Pokémon. Dus dat is hij. Oké, Mankey. Je bent de laatste. Je bent de zwakste schakel op het moment. Dus je gaat eraan. Dank u wel. Dank u zeer. Hij is zichzelf altijd aan het buffen, dus dat is, voor mij is het redelijk gunstig. Lekker quick attacken, hoppa. En double kick, hoep hoep. Die Rickert heeft nog vrij weinig chargings moeten doen. Of ja, dat vind ik wel fan, zeg maar. Als ik het zo... Oh, kijk! Het is gelukt. Zonder te healen. Super nice. Lekker. Rickert level 18, nice. Denk je weer... Ja, lekker. Ik heb een Tyroak gekregen. Yes! Hoe noemen we jou? Pedo baby. We noemen jou Pedo baby. Baby. Zo. Don. Let's go. Pedo baby. Yeah, side quest completed. Dit is de eerste keer dat we side quest hebben gedaan. Super nice. Enige wat ik nou nog eventjes snel. Ik wil echt graag dat mijn. Hoe heet dat? Evolueert. Man is full. Heal. Heal deze motherfucker. Het duurt echt veel te lang. Ik had beter naar mijn huis kunnen gaan. Ja, boeien. Hoppa. La 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 la. Man is full. Lekker. Hier kan ik toch lezen. Man export. Ja. Maar ik net... Oeh, lekker veel shit. Oeh, ja, ik hou van die man. Die doet echt super veel shit halen. Ik weet niet wat je er allemaal mee kan, maar het zal wel. Wel heel veel potions ook. Super nice. Dat we weer naar boven gaan. Want ja, je weet maar nooit, hè. Oh, kut. En de Pokémon. Teddy. Lekker. Te vier. Oké. Oh, er zit een Pokémon erboven. Wat is dat, een Teddy Ursa? Volgens mij is het nog een Teddy Ursa ook. Gewoon de exacte Pokémon die we net tegenkwamen. Die wil ik. Dus we gaan weer een corrupte Pokémon vangen. Wat ben jij? Wow! Fucking apies. Psybeam? Doet dat veel? Wat doet veel tegen Teddy Ursa? Helemaal niks wat ik heb, hè? Nee. Ja, misschien double kick. Doet superveel waarschijnlijk. Juist, kijk. Dit gaat al. Het gaat geen moeilijke battle worden. Ik hoop niet dat hij gaat evolueren. Dan ben ik helemaal fucked. Oké, Psybeam. Ik heb zat Psybeams om deze boy te killen. Dus, Flame Wheel. Oké, heel veel double kicks op deze boy. Dan gaat hij er zo aan. Het is maar een corrupte Pokémon, weet jij. Deze corrupte Pokémon, dat weet ik nu al, wordt niet een al te grote threat. En als het ons lukt, als we nog tijd over hebben, wil ik graag nog eventjes die Muk aangaan. Die we een paar afleveringen terug nog een keer gezien hadden. Die wil ik pakken met mijn, hoe heet het, met mijn Espeon. Kijken of dat werkt. Want iemand had gezegd, volgens mij is Psychic supergoed tegen Muks. En ja, dus dat was mijn plan. Ik doe echt fucking veel damage. Oké, hij is geëvolueerd. Sleepout.
Juist! Kijk! Eindelijk is wat ik wil zien. Hij is gesleept. Hier. Psybeam. Double kick. Hij is nu gewoon dood. Hij is nu gewoon ready to die, bitch. Ik weet niet hoeveel health zo'n ding heeft. Waarschijnlijk tering veel. Attack. Flame Wheel. Gewoon lekker vol erin gaan met allemaal attacks die ik heb. Ik bedoel, mijn Pokémon zijn nu tering sterk. Oh, doe ik weer Sleep Powder. Nou ja, kut. Is die wel opnieuw gesleept? Gesleep powdered. Psybeam. Nou ja, weet je. Die zijn gepakt. Die doet maar wat. Als die evolueert deze aflevering ben ik ook super blij. Dan ben ik echt super blij. Hij doet de hele tijd zichzelf buffen. In ieder geval, wij blijven gewoon lekker aanvallen. Het moet niet al te lang meer duren voordat hij dood is. Want hij heeft echt bijna geen damage gedaan op ons. Ik ben er wel achter gekomen dat Rickert 666... Rickers duivels. Rick Broers, jullie weten het nu. Rick Broers is gewoon de duivel blijkbaar. Want zijn HP is 666. En we hebben hem verslagen. Dat ging echt redelijk snel. Dat ging helemaal niet langzaam of zo. Oké. Okay. Hi. We noemen jou gewoon Pedo Bear. Gewoon omdat we toch met in de pedo spirit zitten. Pedo Bear. Pedo. En. Bear. Pedo Bear. Nou, noemen we even jou een R. Pedo Bear. Oké, Pedo Bear. Kutbeest. Yeah, handslepel level up. Oké, handslepel. Dat is dus onze Abra. Die heeft dus alweer extra. Hoe noem je dat? Die heeft alweer. 14 levels, dat betekent dat hij over 1 level ligt die tackle. Dat is niet heel boeiend, maar dat betekent wel dat we straks waarschijnlijk een Kadabra hebben. Dat hoop ik in ieder geval. Laten we ergens de put ingaan. Laten we gewoon onszelf in de put gooien. Volgens mij moet je via hier. Volgens mij was dit... Oh ja, dank u. Ah, godverdomme. Hier kan je volgens mij niet langs. Oh, een Drowsy. Gaat u please weg. Escape, dank u. Daar. Kan ik hier langs? Volgens mij wel. Yes, jump across, please, thank you. En hier, ja, kijk, ik ben er gewoon 1 keer. Gewoon super nice, yes, please, thank you. Ben ik er klaar voor? Ik hoop het wel. Laten we het gewoon proberen. Grimer, u gaat eraan. We gaan gewoon echt gewoon heel veel Pokémon's aanvallen. Psybeam, fuck yeah, doet het veel damage? Ja, tering veel. Oké, Flame Wheel, gooi het erop. We pakken hem dit keer. Dit keer hebben we hem, jongens. Double kick? Nee, dat doet niet zoveel. Laat ik straks een andere aanval proberen. Rap, laten we dat doen. Dat doet niet zoveel. Ja, we kunnen het heel erg hebben met Psybeam. Gewoon dat we daar gewoon 260 mee doen. 260 damage, dat quotering wil. En Flame Wheel doet ook 128. Dus op zich moet het redelijk snel gaan. Wauw, 300. Kijk, dat bedoel ik. Dat zijn nou de getallen die we willen zien, jongens. Wat is sterk. Double kick is dus bagger. Poison Sting, maybe? 16. Dat laat helemaal niet doen. Dat is gewoon helemaal 3 keer bagger. Maar de andere aanvallen vind ik echt wel lekker. 355. Het lijkt wel alsof hij steeds zwakker wordt hiervoor of zo. Rap dan maar. Of kunnen we Sleep Powder proberen? Laten we Sleep Powder proberen. Miss helaas. Oh ja, geacid. Oh, lekker. Rick, met je 66 HP. Pak ze. Oeh, yeah. Hoppa, lekker veel damage doen. Flame Wheel, hoppa. Gooi er nog maar eentje op. Hier, een Scratch. Hoe dat doet het meeste tot nu toe. Volgens mij deed Double Kick echt iets minder. Wat ik apart vind, maar dat maakt niet uit. Dat we gewoon volgende aanval gaan met deze Grimer. Die waarschijnlijk zo meteen weer in een Muk gaat evolueren. Ik snap niet waarom die terug geëvolved is. Sleep Powder, probeer het nog een keer. Weer mis, helaas. Het is, oh ja, daar is Muk, helaas. Doen we nou wat meer? Nee, we doen minder damage. Dat is eigenlijk ook wel logisch, maar ook best wel kut. Ja, op Scratch doet dan wel ietsjes minder, maar dat maakt niet heel veel uit. Let's go. Flame Wheel. Let's go. Oh, dat is wel jammer dat hij nu echt veel minder damage doet op zich. Ja, op zich soms wat meer, soms wat minder. Holy fuck. Precies 111. 1-1-1. Kom op, Muk. Je gaat eraan. Geef je over. En join ons. En word een blopje. Juist. Ah, weer een miss. Het is echt om te huilen. Wow. Dat is veel damage voor een Muk op een Espeon. Dat is echt heel veel damage. En nog een poison ook. Ik heb het niet echt mee zitten bij deze Muk, hè. Nooit heb ik dat. Nou, in ieder geval. Ik weet dat we nu echt al veel verder zijn dan de vorige keer. Daar heb ik echt gewoon veel te veel potions en shit voor gebruikt. Hij doet wel echt super veel damage. Dat moet ik wel zeggen. Wappa. Gewoon vol gooien met attacks die hij niet kan hebben. Sleep powder, kom op. Weer een miss. Het is echt om te huilen, jongens. Oh, ik heb niet zoveel pipi meer. Oké, kom op. Ik moet meer pipi's hebben. Geef me meer pipi. Kom op. Ik heb niet zoveel kans, jongens. Ik heb niet zoveel. Psybeam. Kom op. Geef me een Flame Wheel die de final attack doet. Yes! Het is gelukt. Holy shit, we hebben hem. Het is ons gelukt. Het is motherfucking gelukt. Wat noemen we jou? Blopje. Jij bent ons nieuwe Blopje. Blopje. Dat betekent, dit gaat echt wel lekker. We hebben gewoon 3 Pokémon's gefixt in deze. Nee, wacht. Ik noem jou heel anders. Ik vind jou meer een
Ik vind het kut dat je twee letters terug moet gaan elke keer. Stink. En dan... blop. Ja. Helemaal prima. Stinkblopje met een Q natuurlijk, want dat is altijd beter. Yes, thank you very much. Oh, kut, ja. Nou, mijn Pokémon zijn niet heel erg voorbereid op fights right now. Dus please escape. Ja, dank u. Ik ben natuurlijk veel beter dan al deze Pokémon. Ik ga even hier, dan ga ik de aflevering afsluiten. Ik vind dat wij een hoop gedaan hebben. Wow, wat gaat onze Pokémon snel dood. Holy shit. Waar is ons huisje ook alweer? Hier links, hè? Ja. Nee. Oh, hier zit de trein. Hier is ons huisje. Oké. Okay. Hoppa! Ik vind dat we een mooi 15 minuten hebben gedaan. Nou ja, mini intro. Jongens, bedankt voor het kijken. We hebben best wel veel gedaan deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Vergeet te abonneren, te liken, te favoriten, te commenten. Hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. En tot dan, zeg ik. Later!